Yo, welkom bij Geld op Geld. Risico is natuurlijk heel belangrijk als investeerder. Ik heb het zelf ook heel vaak over risk-reward. En daar gaat het uiteindelijk ook om. Risk-reward. Hoeveel risico neem je met hoeveel potentiële beloning? En als je risk-reward heel vaak klopt, zal je het waarschijnlijk op de lange termijn ook heel erg goed doen. Dus laten we even wat dieper op risico ingaan en hoe goed omgaan met risico je een betere belegger kan maken. Nou, laten we er gewoon even induiken. Kijk, als je het over risico hebt, hebben heel veel beleggers het over veel risico, weinig risico. En soms is dat ook heel makkelijk en overduidelijk. Als je investeert in een heel groot, stabiel bedrijf, zoals een Microsoft of een Google of een McDonald's, dan neem je natuurlijk minder risico. Dan als je investeert in een klein biotech-bedrijf, waarvan de toekomst heel onzeker is, of een kleine start-up met misschien ook nog eens veel schulden, met weinig cash. Wat misschien ook wel helemaal mis kan gaan. De kans is groot dat je daarmee gewoon geld gaat verliezen. Nou, bij beleggen, als men het over risico heeft... ...heeft men het over het algemeen over de kans dat je geld verliest met je investeringen. Klinkt op zich ook wel logisch. Risico wordt vaak ook gezien als volatiliteit. Dus hoe volatieler, hoe meer schommelingen van 20, 30, 40% of meer, hoe meer risico. En dat klinkt ergens misschien wel logisch. Er zijn ook heel veel beleggers die denken dat dat zo is, maar... Daar ben ik het in ieder geval niet mee eens. Ik denk dat risico zeker niet hetzelfde is als volatiliteit. Dus laten we even dieper op ingaan. Laten we weer even naar onze grote vriend Warren Buffett luisteren. Wat hij daarover te zeggen heeft als hem dat wordt gevraagd. Ik denk in ieder geval een hele interessante. Consultants take this idea further by tracking the volatility of a portfolio manager's results in an attempt to measure risk. So could you guys expect Expand on your thoughts on this. Yes, volatility does not measure risk. En the problem is that the people who have written and taught about volatility do not know how to measure. Oké, okay, hij zegt in ieder geval: volatility does not measure risk. Volatiliteit en risico zijn twee verschillende dingen. Denk ik ook, heb je natuurlijk net aangegeven. Nou, laten we even luisteren naar een uh, ander stukje, ietsjes later. En de nice thing about beta, which is a measure of volatility, is that it's nice and mathematical and wrong. In, in terms of measuring risk. It's a, it is a, it's a measure of volatility, but past volatility does not determine the risk. En dat is denk ik ook een hele belangrijke wat hij nu aangeeft. Uh, wat er in het verleden is gebeurd, zeker hoeveel volatiliteit er is geweest in het verleden, bepaalt niet hoe risicovol een investering is. Sowieso wat er in het verleden is gebeurd met een aandeel. Bepaalt niet per se hoe uh, een aandeel het in de toekomst zal doen. Uh, en zeker ook niet wat betreft risico. Hier nog een ander stukje, een ander fragment. Um, ik denk ook een hele interessante, waar die er ook even wat dieper op ingaat. <laughs> yeah, well, het finance department seat that, 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 that volatility uh, equals risk. Now they want to want to measure risk, and they don't know any other way. They don't know how to do it, basically. And so they, ze weten dus eigenlijk niet eens hoe ze risico moeten uh, beoordelen, hoe ze het moeten meten. Dus doen ze het maar met volatiliteit. Wat dus volgens Warren Buffett ook niet? Klopt. Ze yeah, zeggen dat volatiliteit measures risk, and you know, the, uh, I've, I've often used the example that the Washington Post stock, when we first bought it, had gone in 1973, had gone down almost 50% uh, from evaluation of the whole company. Of close to uh, say 180 or 175 million down to maybe 80 million or 90 million. And because it happened very fast, the beta of the stock had actually increased, and a, a professor would have told you that the stock, the company was more risky if you bought it for 80 million than if you bought it for 170 million, which is something that I've thought about ever since they told me that 25 years ago, and I still haven't figured it out. <laughs> Ja, heel, heel logisch denk ik ook wat hij aangeeft. Als een aandeel flink zakt met 30, 40, 50 procent, dus heel volatiel is, dan zou je misschien kunnen denken dat het heel risicovol is, maar dan wordt het aandeel alleen maar interessanter om te kopen, omdat het gewoon goedkoper wordt. Zeker bij natuurlijk hele goede bedrijven die Warren Buffett in het verleden heeft gekocht, die hij graag natuurlijk bij dalingen kocht, waardoor hij het op de lange termijn heel erg goed heeft gedaan. Maar daardoor... Door meer volatiliteit ging de risico eigenlijk alleen maar omlaag. Een heel ander iets dan natuurlijk het concept dat je hoort dat risico en volatiliteit ongeveer hetzelfde is. Maar goed, wat is risico dan wel? Nou, laten we ook even luisteren naar Warren Buffett, wat hij dan aangeeft als, uh, als hij uitlegt wat risico volgens hem wel is. Het It, is nonsense. Risk comes from the nature of certain kinds of businesses. It can be risky to be in some businesses. By the simple economics of the type of business you're in. en uh, and, and it comes from not knowing what you're doing. En daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat om de business. Wat Warren Buffett ook heel vaak zegt, als je aandelen koopt, dan koop je geen lottery tickets. Je koopt niet alleen een, een ticker met een bepaalde waarde erachter. Nee, je koopt echt een bedrijf. Je wordt een mede-eigenaar. Dus het gaat om de business. Het gaat om. Uh, hoe een bedrijf presteert, hoeveel omzet, hoeveel winsten, wat zijn de vooruitzichten, hoeveel concurrentie en allerlei andere dingen, die dus bepalen of een investering risicovol is of niet. En dit klinkt natuurlijk ook heel erg logisch. Stel je hebt een bedrijf dat er gewoon goed voor staat, goede vooruitzichten, misschien ook nog een hele goede balance sheet met heel veel cash, weinig schulden en ook nog een eerlijke waardering, ja, dan zal dat bedrijf gewoon minder risico hebben dan een ander bedrijf met misschien meer schulden. Met misschien een onzekere toekomst, met veel concurrentie en ook nog eens misschien met een te hoge waardering. Klinkt natuurlijk heel erg logisch, maar als je risico goed snapt, dus de risico van bedrijven en uiteindelijk ook de beloning, het gaat natuurlijk om risk-reward, en je kan dat goed gebruiken, ja, dan kan je dat natuurlijk in je voordeel gebruiken als belegger om het op de lange termijn heel erg goed te doen. Nou, we hebben natuurlijk even over risico gehad, over wat Warren Buffett erover zegt, over wat risico wel en wat risico niet is. Laten we ook even naar een aantal voorbeelden kijken. Kijk, ik heb hier even twee grafieken getekend. Een grafiek van aandeel A en van aandeel B. En dan hebben we aandeel A. Aandeel A is helemaal niet volatiel, maar over de jaren heen is aandeel A eigenlijk alleen maar gedaald, gedaald en gedaald in waarde. En dan heb je aandeel B, heel volatiel. Gaat heel vaak omhoog, omlaag, omhoog, omlaag, maar heeft het over de lange termijn eigenlijk heel erg goed gedaan. Op de lange termijn, achteraf gezien wel, is aandeel A veel risicovoller geweest dan aandeel B. Ook al heeft aandeel A veel minder volatiliteit dan aandeel B. En dit is natuurlijk ook achteraf gekeken. Hè? Ik bedoel, achteraf is altijd makkelijk praten. Maar dit laat wel weer zien wat Warren Buffett ook aangeeft: dat volatiliteit niet gelijk staat aan risico. Er zijn gewoon heel veel aandelen die heel volatiel zijn, omdat de toekomst. Door velen anders wordt gezien, omdat er misschien veel ingecalculeerd zit, omdat de verwachtingen misschien onzeker zijn. Maar dat aandeel kan veel minder risico hebben dan een ander bedrijf, dat misschien vrij stabiel is, maar dat misschien een te hoge waardering heeft, ten opzichte van die toch slechtere jaren die eraan zitten te komen. Ja, en verder ook nog eens wat Warren Buffett aangeeft: je kan natuurlijk niet naar het verleden kijken. Het gaat altijd om wat een aandeel op dit moment waard is, wat het op dit moment doet, wat de vooruitzichten zijn, wat de concurrentie doet, de marges, de balance sheet en allerlei andere factoren. Dus of een aandeel van tevoren is gedaald, gestegen, heel volatiel is geweest of niet volatiel is geweest, bepaalt niet of het aandeel nu interessant is of niet. Nou, dat gezegd hebben we over nou, aandeel A en B hebben natuurlijk heel erg mooi getekend zo, althans, dat uh, denk ik zelf. Uh, en een ander voorbeeld wat Warren Buffett ook even had aangegeven, is natuurlijk dat voorbeeld met een aandeel dat flink was gedaald. Waardoor de volatiliteit flink was gestegen, maar waarbij hij aangaf dat de risico volgens hem alleen maar omlaag ging. En dat hebben we natuurlijk ook het afgelopen, zeg, jaar ongeveer gezien. Ik heb hier Amazon als voorbeeld. Amazon was flink gedaald, vervolgens tot nu toe weer flink gestegen. Maar zeg, een half jaar geleden, hier zo beneden ongeveer, was Amazon Flink gedaald met heel veel volatiliteit. Maar Amazon werd alleen maar goedkoper en daardoor interessanter. En omdat die goedkoper werd, werd de risico ook lager. Nou, zo ook natuurlijk bijvoorbeeld bij Google was flink gedaald. Met Meta was helemaal belachelijk hard gedaald. Met volgens mij zo'n 75%, zelfs meer dan 76% vanaf de piek tot de bodem. En ISO beneden, een jaar geleden ongeveer, had Meta een PI ratio van ongeveer 10%. Een hele lage waardering. Er was heel veel. Volatiliteit, en je zou kunnen denken veel risico, maar juist door die risico en door de daling van Meta werd Meta goedkoper, er werd minder ingeprijsd en de risico ging dus eigenlijk alleen maar omlaag. En zo natuurlijk ook bij een Microsoft die was gezakt, Netflix was natuurlijk ook heel hard gedaald, Nvidia was enorm hard gedaald, toen weer enorm hard gestegen en... Nu heeft Nvidia veel meer risico dan zeg een jaar geleden, omdat Nvidia duurder is en omdat bij Nvidia er nu meer van Nvidia wordt verwacht. En dit is natuurlijk een hele belangrijke, als je goed weet wat de risico's zijn en wat de potentie is, zeker bij dalingen, want bij dalingen worden aandelen goedkoper en over het algemeen, behalve als er iets heel ergs gebeurt wat de lange termijn zal veranderen, maar over het algemeen als aandelen omlaag gaan. Worden ze ook minder risicovol? En als je daar goed op kan inspelen als belegger, kan je daar natuurlijk juist je voordeel uithalen. En dit is denk ik zelf wel een hele mooie manier om naar risico te kijken en ook dus in je voordeel te kunnen gebruiken. Nou, een andere manier om je risico te verlagen is natuurlijk ook door te spreiden. Nou, spreiding is natuurlijk ook een hele belangrijke als investeerder. Stel je hebt al je geld in één aandeel, en zeker als het een risicovol aandeel is, een aandeel dat dus. Misschien inderdaad een onzekere toekomst heeft, of misschien veel schulden, of misschien nog niet winstgevend is of wat dan ook, ja, dan is de kans natuurlijk groot dat dat misgaat. Nou, stel je koopt heel veel verschillende aandelen, kan je spreiden en stel één of twee of drie verschillende aandelen doen het slecht, maar je hebt daarnaast nog 100 andere aandelen of 10 of 15 of wat dan ook, dan kun je het natuurlijk alsnog heel erg goed doen. Maar er worden ook heel veel fouten gemaakt als men naar spreiding en naar risico kijkt want heel veel mensen die kijken naar spreiding en risico en die denken dan hoe meer aandelen hoe minder risico, maar dat is natuurlijk niet helemaal het geval. Een mooi voorbeeld is denk ik, na nou, Arc, de Arc Innovation ETF van Cathie Wood natuurlijk een hele populaire, was eerst wat gestegen tot aan zeg 2018-2019 zo rond de zeg 40-50 dollar per aandeel. Toen enorm hard gestegen in 2021 meer dan 150 dollar per aandeel. En vervolgens nu meer dan 70% gedaald naar de ongeveer 42 nu. ARK, in de Innovation ETF van ARK, daar zitten gewoon meer dan 30 verschillende aandelen in. Tesla is een van de weinigen die het goed doen. Maar er zit ook een Roku in, en een Coinbase, en een Zoom en enzovoort, enzovoort, enzovoort. Meer dan 30 verschillende aandelen. En alsnog is de ETF van Cathie Wood, de ARK ETF... Met meer dan 70% gedaald. En dat komt vooral omdat de meeste van die aandelen ongeveer dezelfde karakteristieken hebben. De meeste van die aandelen die, ja, zijn nog niet winstgevend, hebben veel risico. Die profiteren in tijden dat het goed gaat, in een bull market, als, zij als rentes laag zijn bijvoorbeeld. Maar als rentes omhoog gaan. Als er meer onzekerheid is, als die bedrijven nog niet winstgevend zijn en de meeste hiervan zijn ook niet winstgevend, ja, dan neem je natuurlijk heel veel risico en daardoor zijn heel veel van die aandelen enorm hard gedaald. Ook al waren er wel heel veel verschillende aandelen in die ETF. Ander voorbeeld is bijvoorbeeld mensen die investeren in bepaalde sectoren. Zeg dat je tien verschillende restaurants bezit, en tien verschillende hotelketens, en misschien tien verschillende cruiseschepen. En nou, je kan nog een aantal dingen opnoemen, maar al die bedrijven kunnen natuurlijk heel erg hard geraakt worden door een pandemie. Dus stel we krijgen weer een pandemie, ja, dan is het zomaar mogelijk dat als je dus al die verschillende aandelen bezit, dat je portfolio alsnog met 50, 60, 70% gaat zakken. Of stel je bezit alleen maar REITs en je zit vooral in vastgoed en de vastgoed uh, stoort in, ja, dan zul je natuurlijk weer heel veel uh, dalingen meemaken. Dus ja, spreiding kan ervoor zorgen dat je risico omlaag gaat, maar dan wel goede spreiding. Dus verschillende soorten aandelen, of misschien zelfs andere dingen dan aandelen. Misschien wat in vastgoed, misschien wat in crypto, misschien wat in goud of wat dan ook. En als je dus in aandelen uh, investeert en dan veel spreiding wil hebben, dan moet je natuurlijk ook investeren in verschillende soorten aandelen. Dus misschien niet alleen maar groeiaandelen, maar ook wat waardeaandelen, misschien wat dividend aandelen, misschien verschillende sectoren. Dus niet alleen maar in. Techbedrijven. Er zijn heel veel mensen die investeren alleen maar in techbedrijven. En nou hoeft dat niet per se slecht te zijn natuurlijk, want heel veel techbedrijven zijn hele sterke bedrijven die het over de lange termijn waarschijnlijk heel erg goed zullen doen. Maar vaak zijn dat wel de bedrijven die tegelijkertijd omhoog en omlaag gaan. En stel dat techbedrijven het een jaar of twee of drie slechter doen, dan kan je natuurlijk wel enorme dalingen zien. En dat zijn wel risico's waar je in ieder geval bij stil moet staan. En je moet in ieder geval goed snappen wat die risico's doen en wat voor risicoprofiel jouw eigen portfolio heeft. Uiteindelijk is dat denk ik ook wel het belangrijkste. Uiteindelijk gaat het denk ik zelf om risk-reward. Maar daarvoor moet je wel heel goed weten hoeveel risico je neemt en wat er eventueel kan gebeuren als het echt misgaat. Zeker als je investeert in losse aandelen, want het kan dan natuurlijk ook heel hard omlaag gaan. De beurs die kan weer met 10, 20, 30, 40 procent of meer zakken. En als je investeert in losse aandelen, ja, dan kan het natuurlijk nog harder omlaag gaan. En dat is denk ik wel iets waar je altijd rekening mee moet houden, waar je ja, toch af en toe bij stil moet staan. Want er zijn heel veel risico's, zeker als je investeert in losse aandelen. En nou zeg ik niet dat we binnenkort met 10, 20, 30, 40 procent of meer gaan zakken, maar deze daling van zeg een jaar of twee geleden of de daling in 2020, dat is zeker niet de laatste daling. Van de komende zeg, 10, 20, 30, 40 jaar. Als je investeert voor lange termijn, dan ga je nog heel veel dalingen meemaken van 10%, 20% en misschien zelfs nog een keer een daling van 50% of meer. Ja, dan kan je portfolio misschien inderdaad halveren of zelfs meer. Kijk naar je eigen portfolio nu. Wat als jouw portfolio zou halveren in waarde? Wat zou je dan doen? Hoe zou je daarmee omgaan? Zou je daar tegen kunnen? Dat zijn denk ik wel hele belangrijke vragen die je, je af en toe misschien moet stellen als investeerder. Ga je dan bijkopen, ga je dan vasthouden, ga je dan met paniek verkopen. En iedereen die denkt dan dat hij niet met paniek gaat verkopen, want die gaat vasthouden en gaat bijkopen. Maar dat soort risico's van tevoren inschatten en van tevoren al een soort van een afspraak met jezelf te maken wat je gaat doen als dat gaat gebeuren, is denk ik heel erg goed. En gewoon goed weten wat voor risico's je loopt, wat voor risicoprofiel je portfolio heeft en wat er eventueel zou kunnen gebeuren, maakt je denk ik alleen maar een betere belegger. En dan hoop ik natuurlijk weer dat het een leuk en interessant filmpje was. Ik ben blij zou ik echt waarderen. Ja, risico is denk ik iets heel interessants. Ik was bezig met een ander filmpje over risico's op Discord. En ik zal ook even een linkje plaatsen in de omschrijving... mocht je lid willen worden van, uh, van Discord. Het gaat over iets heel anders, maar er is nog zoveel te vertellen over risico. Dingen die ik niet heb behandeld in dit filmpje. Bijvoorbeeld dat ik denk dat het ook niet goed is om geen risico te nemen. Want als je geen risico neemt, ja, dan kom je bijna niet vooruit. Je moet wel risico nemen, wil je stappen maken, al gaat het altijd echt om de risk-reward. Hoeveel risico neem je ten opzichte van dus die potentiële beloning? Nou, verder kan risico ook iets heel erg goeds zijn, want vanwege risico ja, doet men soms hele gekke dingen. Bijvoorbeeld aandelen die zakken die ze dan gaan verkopen, terwijl waarderingen heel laag worden, waardoor hele mooie momenten ontstaan. Ja, en daarmee is risico gewoon iets heel interessants natuurlijk als belegger. Nou, genoeg over risico. Ik hoop dat het een uh, interessant filmpje was. Dan zou ik je willen bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer weer en later.